De Gantoise, 101 sterke verhalen over de Buffalo's. Ja, ik vind het een fantastisch boek. En ik overdrijf nu niet omdat de auteur erbij zit en ook de uitgever. Maar het is heel boeiend. Het is heel eerlijk, heel warm geschreven ook. De meest uiteenlopende anekdotes, verhalen. En als je op het einde, bij het laatste verhaal komt, heb je eigenlijk ook een stukje de geschiedenis van Agent mee. Dus het is geen geschiedkundig boek. Het begint niet bij de oprichting van de club en eindigt hier in de Gilamco Arena. Het is eigenlijk allemaal doorweven. En op het einde krijg je eigenlijk een prachtig beeld van wat Agent voorstelt, wat Agent is, wat het DNA ook is van deze club. En dat is toch iets wat de dag van vandaag heel belangrijk is. Een van onze gasten hier vooraan, en toch wel een van de figuren uit de geschiedenis van onze club, is natuurlijk Léon Drouet Mokula. Léon Drouet Mokula. Oui. Drouet. Oui. Maintenant, il faut raconter l'histoire. Ah, le nom de Drouet, c'est ce nom, le nom d'un petit bateau. Ce nom-là. Si j'ai adopté, ce n'est pas seulement parce que c'est le nom de ce de Drouet, parce que dans au football, j'ai trouvé aussi le filet. En trouvant le filet, c'était un penalty. L'arbitre a sifflé penalty et on s'est mis en position et je saute. La balle rentre et ça traverse le filet. Ça rentre. Ça c'est l'histoire que tout le monde connaît. Oui. Et maintenant, l'arbitre, il tout d'abord, il a douté. Il dit, mais c'est but, c'est vraiment but ou pas? Alors, il est allé voir. Quand il est allé voir, il a vu que le filet était troué. Bon, c'est alors que le nom a confondu maintenant avec. Alors, c'était Léon Drouet. Oui. D'accord. Het verhaal dat we hier lezen, de titel is de meest enigmatische titel, de meest raadslachtige titel, namelijk Van O tot X. En daarnet, ik mag het vertellen, zei Gunter, amai, wat voor titel hebben ze hier nu uitgevonden? Maar je weet intussen waarom dat de titel werd van O tot X. Zoals de meeste voetballers had ik O-been. En ze hebben daarop bereid, dan heb ik eigenlijk zowel X. Dus maar, ik vond het wel goed gevonden en van O naar X, want ik had eigenlijk nooit bij stilgestaan. Ja. Maar je hebt een zware blessure opgenomen in de Intertoto Cup. Ik denk dat het tegen St. Patrick's was. Ja, ja. De thuiswedstrijd hier, de ene wedstrijd, heb ik eigenlijk een gestrekt been en heeft een tegenstander op mijn hiel getrapt, zodat mijn been overstrekt is en dat ik eigenlijk een heel groot rugbylet had. En dan ben ik geprobeerd en dat is bijna 6 maanden geweest. Ja. Maar en begin van alle ellende. Maar ik wou net zeggen, toch wel min of meer beslissend ook voor de rest van jouw carrière. Ja? Ja, toch wel. Dus ik had al een kruisband letsel gehad, maar oké, daar stelt iedereen van eigenlijk. Maar rugby letsel, dan weet je dat het bijna slecht zal afvallen. Ja. Trouwens, tijdens zijn revalidatie heeft Gunter enorm respect gekregen voor een dier dat we allemaal kennen, de flamingo. Leg eens uit, Gunter. Dat is eigenlijk van een titel is van een artikel, denk ik. Maar. Dus ja, ik ben toen geprobeerd. Ik heb dan een kraakbeentransplantatie gehad. Waardoor ik eigenlijk, denk 12 weken op krukken gelopen heb. Waarvan 6 op 1 been. Dus, en ik had eigenlijk pech dat het bij de ziekenkast de laatste krukken ook nog rozen waren. Dus ik had 2 rozen krukken en ik stond er op 1 poot. Dus ja, dan had ik gezegd, ja, die beesten staan eigenlijk gans dan op 1 poot. Ik moet dat hier 6 weken doen, dat is eigenlijk wel respect. Vandaar de bewondering voor de flamingo's. Ja, ik zou maar 1 boodschap meegeven. Kopen of krijgen het, of vraag voor Sinterklaas of Kerstmis en lees het zo snel mogelijk. De Gantoise, 101 sterke verhaal over de Buffalo's.